Ja, ik kom dus met een artikel. Ja? De verjaardag door de eeuwen heen. Ja, bijvoorbeeld heb ik een interview met de componist van Het Lang Zal Ze Leven. Dat is Marnix van Sint Aldegonde. Dat is een hele aardige gozer. Ik kan vreselijk mee lachen. Dan bijvoorbeeld het cadeau. Hè? Heb de mens altijd al cadeaus van zijn verjaardag gekregen? En zo ja, wat? En natuurlijk ook wanneer? Voor de oorlog kreeg de gemiddelde Nederlander namelijk nog een scheermes, kreeg hij, of een boek, of een paar sokken. Maar ja, dat was tijdens de bezetting natuurlijk wel afgelopen. Hier zo, kijk, hoort dan. Kreeg men tijdens de hongerwinter een suikerbiet of een tulpenbol cadeau, mocht men de handjes dichtknijpen, weet je wel. Dan het versieren van de kamer, het versieren van de stoel, wanneer dat je slingers ze intreden. Wat ken mij dat nou allemaal schelen? Maar mij wel. Ja, jou. En de lezer van de Bruine trouwens ook, hoor. Rioolkrant van slagerflauwekul. Nou, dat denken de 2753 abonnees geheel anders aan. Ah, abonnees. Ja, om over de losse verkoop nog maar te zwijgen. Als je mij maar niet meetelt. Ja. Maar hier, Koos, ik hang het natuurlijk wel helemaal aan jou op. Aan mij? Tuurlijk. Waarvoor? Wat denk je? Geen idee. Omdat jij, Jacobus, overmorgen niet jarig bent. Oh? Hé. Hey. Goed, is deze voor de voorpagina. Maar als ik nou overmorgen niet jarig ben, dan hang je dat artikel toch niet aan mij op? Hè? Dan hang je het toch op aan iemand die wel jarig is? Dat wel, natuurlijk. Dan neem je toch iemand die jarig is? Tuurlijk. Stom van me. Tjonge, jonge, 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 jonge. Ja, ik had zelf natuurlijk ook veel liever een Milanese pasta schotel gemaakt met onze boeken. Maar ja, dat mocht hij natuurlijk niet, hè? Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Krijg trouwens jullie 2 kwartjes te man. Dat is wel lekker goedkoop verjaardagje. Inderdaad, Simon, het heeft wel eens duurder gekost. Nou, voor Jaap toch niet? Dat was met onze boek al wel anders geweest. Zo is het duur dan? Een dagje kalfschenkel. Hoe oud wordt hij nou? 51. Hij is toch morgen is hij toch pas jarig? Jawel, maar de volgende dag is het altijd lekkerder. Goedemiddag. Goedemiddag. Jappie. Sta jij weer voor gif te mengen? Het is voor jou, hoor. Gaat liever gewoon dood. Ben je nou hier? Oh? Vanmorgen. Vanmorgen. Volgende dag is dat het lekkerder. Heb je er een beetje zin in? Ja, peen en uien, altijd lekker. Nee, in morgen. In morgen? Ja. Waarom zou ik zin hebben in morgen? Wat dacht je? Ik heb nooit zin in morgen. Wat is er nou morgen aan de hand? Weet ik veel. Tjonge, jonge. Hij weet het echt niet, hoor. Wat zou ik motten weten dan? Zie, hoor je dat? Ja, maar dat soort dingen kan Jaap niet schelen. Wat voor soort dingen? Staat hij ver boven? Dat zal het wezen. Jaap is het stoffelijke reeds ontstegen. Simon! Ik hoor eens. En zet die bril af! Dan moet ik huilen. Wat is er morgen aan de hand? Totaal onbelangrijk. Dan? Gewoon een verjaardag. Van wie? Driekerij. Weet ik het. Hij werkt op de RET. Ja, dat zijn er wel 100. Hij is heel uniek. Uniek? Ja, enigste in zijn soort. Hé? Er is er maar één van. Van wie? Ja, van wie er morgen jarig is. Oh? Hé, eentje maar. Ken ik hem? Jazeker. Goed. Heel goed. Jo. Enkel jou. Ik ken hem beter. Dat kun je wel zien, dat is hij. En wij vinden het alles zo prettig, ja, ja. Nelly Kooijman. Begin jij nou ook al? Begin jij nou ook al? Ja. Er is er morgen eentje jarig op de RET. Ik ken hem goed, Simon ken hem beter en ik weet niet wie het is. Dat meen je niet. Dat meen ik wel. Ah, ga nou toch eens op, joh. Wat nou? Je gaat mij toch niet vertellen dat je echt nog steeds niet weet wie er morgen jarig is? Ik weet niet wie er morgen jarig is. Natuurlijk wel. Nee,
Nee, nou, dat weet ik niet. Ik weet veel. Ik weet heel veel. Maar dit weet ik nou toevallig eens een keertje even niet. Mag ik? Mag ik? Denk nou eens heel goed na. Ja, dat doe ik de hele middag al. Ik loop mijn eigen wezenloos te praktiseren, maar ik kom er niet op. Mijn kop kraak. Van den Berg kent het niet wezen, want die is al jaren geweest. Van Dam is van september. Harmsen is van juli. Dus? Die gast in de garage deed net of ik gek was, maar ik weet het absoluut niet. Ja. Wat is het nou morgen? Donderdag. Welke datum? Wat is het vandaag? 9 februari. Dus dan is het morgen? 10 februari. Heel goed. Ja, ik ben niet achterlijk. Nou dan. Ik weet wel dat de 9 na de 10 komt. De 10 na de 9. Ja, of de 10 na de 9. En wie viert er nou morgen voor de 51ste keer trouwens alweer op 10 februari zijn verjaardag? Dat weet ik dus niet. Het gaat erom wie er morgen jarig is. Het gaat er niet om de 10e februari. Dat het morgen de 10e februari is. Ja, nee, dat het morgen de 10e is, dat weet iedereen. Maar wie is er morgen jarig? Mijn moeder. Je moeder, die wordt 51 zeker. Ja, dat mocht ze willen. En wie wordt er dus wel 51? Dat weet ik niet. Wie is er geboren? In 1917? 10 februari 1917? Toch je moeder? Mijn moeder is van 1900. Jo. Die is dus? Jongen. Ja, wat kan mij dat dan schelen? Jongen, 68. Ik dacht 168. Wie is er nou van 10 februari 1917? 10 februari 1917. Ik geef het op. Het gaat niet om 10 februari 1917. Het gaat erom wie er morgen jarig is. Toch slapen, Jaap. Ja, jij hebt makkelijk praten. Gewoon je ogen dicht, schaapjes tellen, merk je het morgenochtend vanzelf. Ik moet dat weten, Nel. Ik doe geen oog dicht als ik het niet weet. Volgens mij weet jij het ook niet. Hé? Nou, dat jij het ook niet weet. Wat niet? Nou, wie de morgen jarig is. Nee, hoor. Je loopt me alleen met de zieke. Tuurlijk. Als ik het niet weet, hoe kun jij het dan weten? Zo is dat. Hij werkt tenslotte op de RET. Daarom. Mij een beetje de maling lopen nemen. Sorry, Jaap. Staat je netjes. Neem me niet kwalijk, Jaap. Dat neem ik je wel. Zal niet meer gebeuren, Jaap. Nee, dat moest er nog bij komen. Welterust, Jaap. Jongen. Er is er een jarig. Hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is hij. En wij vinden het allen zo prettig, ja. En daarom zingen we blij. Hey, leven lang, hoera. Lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Nelly Kooijman houdt het dan nooit op. Hè? Je gaat gewoon door met martelen. Wat? Je laat me gewoon verder creperen. Mij, de man, nota bene, met wie je al 22 jaar getrouwd bent. 23 jaar. Het is een grof schandaal. Er zit een cadeautje bij je. Wel ja! Zou je die even uitpakken? Dit maakt het allemaal alleen maar erger, Nel. Hé? Abonnement voor de Rotterdamse Schouwburg. Hé?
Hé? Voor het nieuw Rotterdams toneel. Daar ga ik toch nooit naartoe, Nel? Nou, dus wel. Je doet het alleen maar voor je eigen. Wat? Je geeft een cadeau aan je eigen om mij te zieken. Ik ben naar mijn werk. Ja, ga maar aan het werk. Laat me maar weer alleen. Hè? Wat is er tenslotte van me over? Een wrak. Dat is alles wat er van me over is. Deze jongen was eens een fiere Rotterdammer. Een jongen van Jan de Wit en Piet Zwart. Een man die de reus van Rotterdam in de schaduw deed stellen. Maar mijn vrouw hoeft maar dit te doen. Of ik leg onderuit. Er is er een jarige. Hoera, dat kun je wel zien, dat is... Simon, hou op en vertel me ogenblikkelijk wie er nu jarig is, want anders ken ik gelijk door naar Maasoort. Zo erg? Veel erger. Oké. Ja, tuurlijk. Grandioos. Ben je je vriend? En wat voor vriend? Je beste vriend. Mijn allerbeste vriend. Hoe is dat? Nou. Ja. Wie viert er vandaag zijn 51ste verjaardag? 51? Ja, daar gaat het toch om? Oh ja, hé. Hey. Voor mij hoeft het niet, hoor. Nee. Voor mij niet schelen, ja, hoor. Ja, voor mij wel. Ik hoef geen promotie. Hé? Harmsen. Hé? Je baas. Ja, ik weet wel wie Harmsen is. Nou dan. Maar die is toch van jullie? Niet meer. Hé? Hebt hij veranderd? Jo. Hij vond er niks aan in de zomer. Oh? Kwam er niemand op zijn feestje? Niet. Iedereen op vakantie kreeg geen cadeautjes. Zeg dat dan meteen! Ja, dat doe ik toch? Ja, nee, nou! Ja, nee, maar ik dacht ook wel dat jij het wist. Wel, nee! Ja, ik dacht dat jij me beter lof. Nee, joh! Dat moet ik mooi dan! Dan moet ik toch gelijk een cadeautje voor hem kopen? Uiteraard! Nou, leen me dan even een tientje. Ga je eens uit. Ik ben blut! Dus dat dan? Abonnement op de Schouwburg. Perfect! Nieuw internationeel. Ik ken die nooit meer om je heen. Simon, grandioos! Dankjewel, Jaap. De eerste jarig, hoera! Dat kun je wel zien, dat is meneer Harmsen! Maar, mooi. Inderdaad. De volgende dag is veel lekkerder. Proeven! Dat is met erwtensoep ook altijd zo. Jazeker. En trouwens ook met chili con carne. Heerlijk! Ja. Nou kan Greet nog een puntje aan zagen. Ja, dat begrijp ik nog wel. Dus Jaap, geloof echt dat Harmsen vandaag jarig is? Helemaal. Dat is niet te geloven. Dat is zeker niet te geloven. Jaap, joh. Het is zelfs een grof schandaal. Wat, ja? Fijne collega's zijn jullie, hè? De baas is jarig. Stiekem niks tegen mij vertellen, zodat we zelf kunnen gaan lopen te slijmen. Nou, we willen ook wel eens promotie maken. Maar dat heeft geen enkele zin, want deze jongen komt altijd overal achter. Er is niets wat voor deze jongen verborgen kan blijven. De man die denkt dat hij voor deze jongen iets achter kan houden, die moet toch geboren worden. Zo is dat. En dan heb ik voor de baas een cadeautje gekocht. Ho, 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 ho. Rip uit mijn lijf. Maar als hij het dan straks uitpakt en ziet wat het is en hoort dat het alleenig van mij is, dan ben ik degene die hier promotie gaat maken. En dan gaat er een hier heel andere wind waaien. De kooimanwind. Is de eenjarig, hoera, hoera. Dat kan je wel zien. Dat is meneer Harmsen. Hoi, man. Meneer Harmsen. Ben ik jarig vandaag? Ja. En wat u gelijk hebt, meneer Harmsen, want in de zomer krijg je natuurlijk veel te weinig cadeautjes. Ja, dat vind ik wel eens jammer. Ja, vandaar dat ik zelf ook in februari jarig ben. O ja? Ja.
Mag ik u van harte feliciteren met uw 51ste verjaardag? Sophia? Ja. En dat er nog maar 51 bij mag komen, meneer Harmsen. En ik ben weer de enige die eraan gedacht heeft, die jongens niet. Werkelijk niet? Nee, natuurlijk niet. Helemaal vergeten. Foutje. Foutje? Nou, Karel van Dam, ik denk, hè, meneer Harmsen, dat jij hier de langste tijd wel op de RET gezeten hebt. Zou je denken, boeiman? Hij weet niet eens wanneer zijn baas jarig is. Dat is inderdaad een schande. Hoor je dat, Karel, hoor je dat? En meneer Harmsen, bij een verjaardag hoort natuurlijk een cadeautje zijn, zij ook weer vergeten. Niet toch? Ja, toch, meneer Harmsen, kijk u eens even. Een abonnement op de Rotterdamse Schouwburg met het nieuw Rotterdamse toneel, het mooiste wat er is. Heb deze jongen geheel het eigen zak bekostigd. Dankjewel. En alsof het allemaal nog niet genoeg is, meneer Harmsen. Maar ja, u weet, voor mijn baas is alleen het beste goed genoeg. Gaat ik nou persoonlijk uw stoel heel mooi versieren. Goeie man. Hoe kan ik jou bedanken? Nou, meneer Harmsen, het heb natuurlijk geen haast. Maar als hier ook binnenkort de functie van groepschef vrijkomt, dan hou ik me natuurlijk van harte aanbevolen, meneer Harmsen. Maar nou heeft hij natuurlijk geen penen naar je. Des te meer hebben wij. Zo is dat, Hendrik. En zoals hij daar zat te genieten, Nel, op zijn kantoor, in die stoel achter dat bureau, had ik overal slingers opgehangen, weet je niet. En ik maar zingen, hè, en hij dan gelijk van nog een keer, Kooijman, nog een keer. Dus dan ging ik weer, hè, van lang zal die leven, lang zal die leven. Hè, en dan ook van, er is er een jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is meneer Harmsen. Ja, ik geloof dat ik het wel 10 keer gezongen heb, Nel. Ja, nee, in het verleden, ik geef het toe, is er af en toe wel eens een keer net op het nippertje iets misgegaan. Altijd buiten mijn schuld, maar daar gaat het nou niet om. Maar dit keer is de kogel door de kerk en ken die nooit meer omheen. Dus meneer Harmsen wist zelf niet eens dat hij jarig was. Ja, hij is nou wel directeur van de RET, Nel, maar verder is hij natuurlijk zo stom als het achterend van een varken. Ja, dat moet haast wel. Ja, nou komt dat ook wel enigszins omdat hij van juli naar februari is gegaan, hè? Hè? Ja, in de zomer is er altijd iedereen op vakantie. Ja? Nou dan? Nou dan? Nou, dan kwam er toch nooit niemand op zijn feestje? Nee. Dan kreeg hij dan nooit geen cadeautje? Oh. Vandaar dat ik zelf ook in februari jarig ben, hè? Ja. Vertel mij wat! 10 februari. Maar het blijft natuurlijk heel dom van hem. Heel dom. Dag, ma. Dag, kind. Wel gefeliciteerd, hoor. Dank u wel, hoor. En daar zit ons feestvarken zelf. Gefeliciteerd. Alsjeblieft. Nou, ma, dank je wel, maar ik ben het natuurlijk nog niet, hè. Is het niet vandaag? Ja, nee, ja. Tuurlijk, vandaag heb ik de blitz gemaakt, maar voor of dat het dan officieel is, ja, dat duurt wel een dag of 14. Voor wat officieel is? Nou, dat ik groepschef ben. Oh, ja, maar dit is een verjaarscadeautje. Voor wie? Voor jou? Nelly Kooijman. Dat jij je in 1000 bochten wring om mij te trachten in de maling te nemen, daar ken ik inkomen, want dat doe ik natuurlijk bij jou ook wel eens een heel enkel keertje. Het is niet waar. Een heel enkel keertje. En dat je wat terug wilt doen, oké. Maar dat je je er niet voor schaamt je bloedeigen moeder op te nemen in je complot. Dat is toch wel het toppunt. Hé? Koffie? Dag, buitengewoon geweldige collega. Als dat onze nieuwe aanstaande groepschef niet is, kans is levensgroot aanwezig. Het schijnt voor 99% schijnt het al zeker te zijn. Nou, Hendrik, maak daar maar 100% van. Thank you.
Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Handig. Mm-hmm. Kennen we het zien? En er al reeds rekening mee te houden? Kennen we oefenen? Salueren en zo? In de houding klappen? Zo is dat. Verstandig. Nou. Wat staat met aan? Meneer Marfse. Koeipa. Fijne verjaardag gevierd. Gisteravond laat geworden natuurlijk. Vanmorgen lekker uitgeslapen. Geef niks hoor. Ik heb geen oog dicht gedaan. Ho, 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 ho. Ik was helemaal niet jarig. Champagne erbij is... Hè? Ja, moeder zegt, dat malle jongen, jij bent toch van jullie? Niet meer toch? Hebben we toch gezellig in de tuin gezeten met z'n allen? Weet u nog? Daar heb je toch van die prachtige pantoffels van me gekregen. Zitten ze lekker, meneer Harmse? Wat staat er trouwens op je pants? Oh, niks, meneer Harmse. Jij hebt mij verschrikkelijk in het oetje genomen. Nou. En als je ooit nog de functie van groepschef vrij zou komen... ben je wel de laatste die daarvoor in aanmerking komt. Graag, meneer Harmse. Hé, wat jammer nou. Hebben we voor niks zitten oefenen. Goedemiddag. Simon. Karel. Nou, is het een beloft? Hendrik, kijk eens even. Meneer Harmse. De verjaardag door de eeuwen heen. Dus je wist het wel? Wat? Dat je jarig was. Dat ik jarig was? Eerste, dat ben jij toch? Hebt hij het nou toch aan mij opgehangen? Jaap Kooijman, 10 februari 1917. Maar ik ben toch nog lang niet jarig? Nee, zeg dat. Nu nog 364 dagen. Kooijman. Meneer Harmse. Je was zelf jarig. Ja. Een buschauffeur die niet eens weet wanneer zijn verjaardag is. Het is toch wat, hè, meneer Harmse? Dat Kooijman, jij bent echt zo dom. Als het achtereind van een varken. Ja, meneer Harmse. Word je penen naar je?